ben inderdaad Ronald Verklinken, technisch manager regionale keringen bij Hollands Noorderkwartier. Sinds een jaar of twee nu in deze functie. Daarvoor een historie gehad in de planvorming en de vergunningverlening bij diverse waterschappen. En ik ben lid van de begeleidingsgroep Visie van het ontwikkelprogramma Regionale Keringen. Nou, het voorwoord wat we net gehad hebben sluit denk ik heel goed aan bij mijn presentatie. Zaken als zorgplicht, innovatie, doelmatigheid. Ja, het komt eigenlijk allemaal terug. Het krijgt een plekje. Het zal een presentatie zijn waarin ik jullie mee wil nemen in de richting die we bij HNK aan het op zijn ingegaan zijn. Waarin het enerzijds draait om veiligheid en aan de andere kant om een stukje doelmatigheid. Kosten, risico's, dat hele aspect. Nou, daar wil ik jullie eigenlijk in meenemen. Ik ga eigenlijk iets in het kort vertellen over Hollands Noorderkwartier. Het waterschap, beheergebied, wat we verder in de toetsing en versterking gaan doen. En aan het doen zijn, wat daarin de cijfers zijn, de resultaten tot nu toe. Twee pijlers toelichten met de vier thema's. De twee pijlers, dat zijn dus eigenlijk veiligheid en doelmatigheid. En eigenlijk wil ik jullie per thema even laten zien wat we daarin aan het doen zijn met een aantal voorbeelden. En uiteindelijk wil ik afsluiten met de ambitie die wij als Hollands Noorderkwartier hebben. Maar voordat ik eigenlijk ga beginnen, ben ik eigenlijk benieuwd wie van de aanwezigen hier indirect of direct betrokken is bij de toetsing of verbetering van regionale keringen. Nou, dat zijn er nogal wat. Dan zou ik het heel leuk vinden dat de mensen van Hollands Noorderkwartier in ieder geval hun mond even dicht houden. maar ik zag hier wat handen omhoog gaan. Is er iemand die wat kan toelichten? Wat jullie ervaring is? Welke IPO-normeringen jullie in jullie gebied hebben? En wat jullie ervaring eigenlijk ook met de toetsing is? Wie mag ik daar eens het woord geven? Is er iemand die dat toe wil lichten? Nou, vast wel iemand, geloof ik. Nou, dat is... Dat vind ik jammer, maar goed, laat ik zo zeggen. Laat ik dan in ieder geval meedelen dat de mensen die nu bezig zijn met het toetsen van regionale keringen met een IPO 1 tot en met 3, wat mij betreft, kunnen stoppen. Want die keringen zijn gewoon veilig. Dus dat zal een hoop werk besparen. En hoe kom ik daarop? Dat is eigenlijk een andere benadering. En die gaat eigenlijk uit van faalkansstatistiek. Dit is een onderzoek wat wij ontvangen hebben via professor Kok van de TU Delft. Waarin falen is gedefinieerd als het doorbreken met een overstroming tot gevolg. Dat heeft de afgelopen 60 jaar twee keer plaatsgevonden. Eén keer in Tuindorp Ozaan, de andere keer bij Wilnis in 2003. Er zijn nog wel wat andere gevallen van kritieke situaties als overlopen op regionale keringen. En in Groningen is tijdens de laatste hoogwatersituatie bewust een kade doorgebroken om de overlast en schade in andere gebieden te beperken. Dus die zijn hierin niet meegenomen. Maar als we eigenlijk gaan kijken naar de faalkansberekening, komen we er eigenlijk op uit dat op basis van de bovengrens, dus eigenlijk de grootste faalkans, waarin de keringen in hetzelfde boezemsysteem volledig afhankelijk zijn van elkaar, komt er een faalkans van 1 op 600 komt eruit, ongeveer. Nou, dat zou betekenen, als we dat eigenlijk door gaan rekenen op IPO-klasses, dat, nou, wat jullie ook zien, IPO 1 tot en met 3, heeft een lagere, dat die eigenlijk gewoon veilig zijn. Nou, dit is eigenlijk even een trigger om jullie mee te nemen dat je de veiligheid op regionale keringen ook anders kan benaderen dan dat we nu eigenlijk ook aan het doen zijn, volgens de leidraad. En het sluit natuurlijk ook mooi aan bij wellicht de overstromingsrisicobenadering die er gaat komen. Nou, dan kom ik eigenlijk bij Hollands Noorderkwartier in cijfers. Dus een kleine korte toelichting. Wij hebben ongeveer een gebied van 197.000 hectare. Dat ligt hier vlakbij, maar aan de andere kant van het Noordzeekanaal, inclusief Texel. We hebben een aantal... op dit moment staat er 340 kilometer primaire keringen. Dat zijn er wat minder geworden door de herwaardering van de voormalige primaire zeekeringen. Ik schat in dat het momenteel ongeveer 320 kilometer is. Volledig omsloten de buitenkant van ons schiereiland, noemen we het altijd. Er
bestaat aan de Noordzeekant voornamelijk uit duingebieden. Alleen een stukje bovenin bij Den Helder is een harde kering. De Waddenzee beschermen we en we hebben primaire kering langs het IJsselmeer. Maar jullie zien heel veel rode lijnen eigenlijk door het op de kaart weergegeven. Dat zijn onze genormeerde regionale keringen. Variëren van IPO 1 tot en met IPO 5. En ook wij toetsen op dit moment gewoon nog de IPO 1 tot en met 3 keringen. Volgens de leidraad. Dus daar is eigenlijk niks aan de hand. Het zijn er ongeveer 1100 kilometers regionaal op dit moment. 1067 die zitten nu op dit moment in de toetsopgave die we hebben vanuit de provincie. De verwachting is dat we ook de voormalige zeekeringen daarin mee gaan nemen. Dus dat die opgave wat groter gaat worden. Nou, verder 225 poldergebieden met meer dan 2000 peilgebieden. Nou, dit is dus onze areaal en regionale keringen. Daar ga ik niet te ver op in. Maar een aantal hele diepe droogmakerijen erin. De Wieringenmeer, ongeveer min 5 NAP. De Schermer, de Beemster, de Weidewormer en de Purmer. Die liggen eigenlijk allemaal op min 4, min 4,5. Dus ja, daar zitten wel serieuze regionale keringen omheen. We hebben eigenlijk een viertal boezemsystemen. Waarvan er, even kijken, op dit moment 3 op de kaart staan hier. Helemaal bovenin, in het rood en licht oranje, hebben we eigenlijk de Amstelmeerboezem. Dan zit daaronder de VRNK-boezem, de Verenigde Raakmaatse en Niedorpen-Kochenboezem. Is dat goed, hè? Ja, dat is hem. En we hebben eigenlijk onze grootste tak, dat is de Schermenboezem. Dat is de donkerblauwe en de lichtblauwe. Die kleuren die zijn ook bewust, daar kom ik later in mijn verhaal op terug. En eigenlijk hebben we nog een waterlandse boezemstelsel. Dat is een vastgesteld, eigenlijk een binnenboezem, om maar zo te zeggen. Die staat hier niet op de kaart. Maar de Schermenboezem is eigenlijk onze grootste boezem. Nou, al die regionale keringen die om die boezemkeringen liggen, die zijn wij momenteel aan het toetsen. Conform het uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014. Dat is eigenlijk een uitvoeringsbesluit dat door de drie provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is opgesteld. En waaraan de 8 inliggende waterschappen zich moeten houden. Nou, die toetsing die moet in 2024 gereed zijn. Dat betekent de toetsing inclusief zijn de grondlichamen, de kunstwerken en de invloed van de NWO's op het effect op de waterveiligheid. De versterking moet uiterlijk in 2030 op orde zijn. Elk jaar moeten we een voortgangsrapportage aan de toezichthouder rapporteren. Dus dat geeft eigenlijk gewoon de stand van zaken aan op zowel de verbeteropgave, die hebben de toetsopgave, de risicobeheersing en het financiële aspect. Dat zijn volgens mij de belangrijkste mijlpalen die we daarin waarover moeten rapporteren. Kijk ook even naar jou, Karin. Maar ja, volgens mij. Je doet het helemaal goed. Oké, top. En uiteindelijk moet dat resulteren in een veiligheidsrapportage op 31/12/2024, waarin wij een beeld geven van onze staat van de regionale keringen. Maar er staat nog meer in dat uitvoeringsbesluit. En dat is eigenlijk artikel 3.2. De eerstvolgende toetsing, volledige toetsing van de regionale keringen, na 2024. Als jij een hengt dicht bij elkaar zijn. Dan gaat die storen. Oké. Die moet in 2036... Ga jij naar achter, Henk? Nee. De volledige toetsing, de volledige eerstvolgende toetsing moet in 2036 zijn uitgevoerd. En dat heeft ons aan het denken gezet. Want wij vinden eigenlijk, als wij kijken naar de toetsingen zoals ze nu uitgevoerd worden, is dat een heel goed gebeuren, zeg maar. Het is heel goed dat er een normstelsel is, dat er de toetsing plaatsvindt en waar nodig keringen verbeterd worden om weer aan de norm te gaan voldoen. Alleen wij zien gewoon in de praktijk dat het technisch oordeel en het praktisch inzicht te ver uit elkaar liggen. En dat zien we voornamelijk op de toetssporen stabiliteit buitenwaarts, stabiliteit binnenwaarts. Dus echte stabiliteitstoetsingen. Daar kom ik later in mijn verhaal op terug, maar het heeft ons wel aan het denken gezet. Hier een aantal cijfertjes. Toetsingen 2015, 2016, 2017, 2018. Ongeveer 860.000 euro per jaar zijn we kwijt aan de toetsing.
En nou, gemiddeld zo'n 4600 uren per jaar. Versterking, nou, dan scoren wij 10,5 miljoen per jaar en hoger. Dus dat zijn forse bedragen, vinden wij. Dus wij hebben ook altijd oog voor een stukje doelmatigheid. Totaal komen wij in een periode van 4 jaar op het toetsen en versterken gezamenlijk cumulatief op bijna 50 miljoen euro. Dus wij vinden eigenlijk wel dat we zeggen, nou, als we ook nog twijfel hebben bij een aantal toetsoordelen, gaan wij eens kijken hoe we het wellicht anders kunnen inrichten. Nou, dit zijn de resultaten. We hebben op dit moment in 2018, dit komt uit de veiligheid of uit de voortgangsrapportage, 353 kilometer goedgekeurd. Iets meer dan 200 is afgekeurd. En we hebben nog een restopgave van meer dan 500 kilometer om te toetsen. Het gaat om de grondlichamen, dat is het linker deel. Het moment van de rechter cirkeldiagram, dat is eigenlijk de voortgang van de toetsing kunstwerken. Daarvan hebben we 270 goedgekeurd, 22 zijn afgekeurd en nog een restopgave van meer dan 900 kunstwerken die we op dit moment inzichtelijk hebben. En dat verandert nogal eens, dat kan ik je wel vertellen, want soms ontdekken we nog een kunstwerk die we vergeten waren of die bijvoorbeeld bij de afdeling watersystemen in beheer blijkt te zijn, die eigenlijk wel waterkerend is. Dus wij staren ons niet blind op het aantal. We verwachten zelfs dat het nog hoger gaat worden. Hoe geven we dat vorm bij HNK? Dat doen we eigenlijk door een, zeg maar een soort veiligheidscyclus. Hè, dat is de buitenste ring is de normering, toetsing, planontwikkeling en het verbeteren. Daarbinnenin hebben we eigenlijk een stukje beheer en onderhoud, waarin we de inspectie, schouw en onderhoudswerkzaamheden gaan plaatsvinden. En een stuk medegebruik, vergunningverlening, handhaving, maar ook toezicht. Dit is het leuke. Dit plaatje even vasthouden. Hier rapporteren we over naar de provincie. In onze voortgangsrapportage. Dus we missen daarin een heel groot deel in onze beleving. Werkzaamheden die we juist in het kader van onderhoud uitvoeren. Kunnen ontzettend belangrijk zijn voor de veiligheid op een regionale kering. Maar ook vergunningverlening, het handhaven. Dragen allemaal bij aan de droge voeten in onze polders. En wij pleiten er echt voor om dat veel meer te gaan betrekken in de hele veiligheidsfilosofie op de regionale keringen. Want we doen immers meer, ook aangegeven. We doen reguliere inspecties. We doen inspecties in het kader van droogte, hoogwater van de boezem. Controleren waterstaatkundige kunstwerken. We doen een voorjaarsschouw. Doen allerlei onderhoudswerkzaamheden. En we zorgen dat onze crisisbeheersing op orde is. Dat is allemaal aan de beheer- en onderhoudkant. Maar de vergunningverlening, handhavingskant, dus echt met de medegebruik, doen we heel veel aan voorlichting. Wat mag er wel, wat mag er niet? Waarom mag het niet? Dus ook de uitlegbaarheid is heel belangrijk. Onze eigenlijke top 3 in vergunningverlening op de regionale keringen is echt de ondergrondse infrastructuur. Het zijn de stijgers, afmeervoorzieningen, bouwwerken op en aan beide keringen. En die zie je eigenlijk ook terugkomen in de toezicht en de handhaving. Dat zijn echt gewoon de hot issues waar we strak op sturen. Het heeft eigenlijk allemaal graafwerkzaamheden tot gevolg. Wellicht ook piping. Dus dat soort zaken, ja, daar zijn we heel strak op. Nou, hier is eigenlijk nog een visuele weergave. Dus onze communicatieplaatje, om maar zo te zeggen. Ga ik nu niet te lang bij stilstaan. Maar het geeft heel goed weer wat we eigenlijk allemaal doen. Dus niet alleen maar het toetsen en verbeteren. Nou, hier zie je een hele mooie groene dijk. En dan komt HNK langs en dan maken we er toch een zootje van. Nee, dit geeft gewoon heel duidelijk aan dat we dus vooral bezig zijn met het herstellen van stabiliteit. Ja, dus hier zie je een VBK-project. Dat hebben we trouwens in onze verbeterwerkzaamheden hebben we in een apart programma belegd. Het verbetering boezemkadenprogramma. Nou, dat zie je hier bijvoorbeeld in uitvoering. Wat zijn onze lessen die we eigenlijk geleerd hebben? Sorry. Die wij geleerd hebben. Ik ga even zo staan. wij komen eigenlijk achter dat de toetsen en verbeteren van regionale keringen, dat ontzettend bewerkelijke processen zijn. Het kost heel veel tijd. Het is ook ontzettend kostbaar. Technisch oordeel sluit te vaak in onze beleving niet aan op het gevoel van de beheerorganisatie.
En dat is met name op het gebied van de stabiliteit binnenwaarts, stabiliteit buitenwaarts. Zit dat wellicht in conservatieve rekenmethodes? Wij denken van wel. We hebben het Henk ook even over gehad. Hè, dus daar richten we ons op. Wij vinden de huidige systematiek niet altijd doelmatig. Het is erg duur voor IPO 1 tot en met IPO 3 in verband met de lage schades. De afgelopen 60 jaar is er wel heel weinig fout gegaan met regionale keringen. Er zijn wel sprake van degradatiekenmerken. Je ziet dus wel dat je in het kader van onderhoud en dergelijke het een en ander moet doen aan je keringen. Problemen in de uitvoering hebben we gehad, juist doordat we de leidraad volgden. Dat kwam dus in een verbeterprofiel tot uiting, waar gewoon eigenlijk een te zware onderberm aangelegd werd, waardoor gewoon een dijk onderuit schoof. Dus dat roept ook om realistische profielen. Wat hebben we nog meer geleerd? En wat zijn onze ervaringen nog meer? Boezemsystemen die al eigenlijk eeuwenlang met water gevuld zijn. Daarvan maakt een pijlstijging. In ons gebied is het maximaal 50 centimeter eigenlijk in die scherme boezem. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Zo'n kering is veel gevoeliger voor extreme regenval. Stijging van het grondwaterpeil. Of een verandering en daling. Droogte, bodemdaling van de polders. Al dat soort factoren. En wat hebben we nog meer gezien? Toezicht, dat heeft dus niet betrekking op alle activiteiten die we doen aan veilige regionale keringen. Dus we rapporteren eigenlijk niet over ons volledige werk. En dat was voor ons eigenlijk een trigger om te zeggen, we gaan eens even goed nadenken. En door ervaringen die we op hebben gedaan, maar ook van, kan het niet anders, kan het niet doelmatiger, kunnen we elkaar niet beter vinden. En met elkaar. Dus dat resulteert er eigenlijk in dat we bij HNK hebben gezegd, we gaan het iets anders aanvliegen. En dat doen we aan de hand van twee pijlers. Veiligheid, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. En daarvoor weet iedereen wel wat daar bedoeld wordt. Maar ook een stukje doelmatigheid. Dus de kosten en de risico's die erbij komen kijken, dat moet in lijn zijn met de veiligheid. Dat moet gewoon een balans zijn. En we doen het aan de hand van vier thema's. Beheer en onderhoud, systeem, een stukje optimalisatie die we ergens weten te vinden en automatisering. En er zijn nog wel meer. Alleen dit zijn denk ik even de belangrijkste en de leukste om vandaag bij stil te staan. Die twee pijlers, wat houdt dat in? Dat betekent eigenlijk dat we zeggen van we willen als beheerder van die kering meer inspanning gaan leveren op het moment dat de IPO-norm hoger is. Dus voor die IPO 5 kering gaan we even vaker inspecteren. Gaan we wellicht wat vaker grondonderzoek uitvragen. Dan dat we voor die IPO 1 kering doen. Want dat is doelmatig. We gaan kijken hoe wij de optimale prestatie kunnen krijgen. Doordat wij risico's, onaanvaardbare risico's gaan vermijden. Maar wel tegen de kosten die we daarin acceptabel vinden. Dus het is sowieso een veiligheidsvraagstuk. Maar ook een kostenvraagstuk. En een risicovraagstuk. Waar we continu aandacht voor hebben. Daarop hebben we eigenlijk ons beheer en onderhoud. Daarvan hebben we gezegd, we zetten ons beheer centraal. Dat houdt eigenlijk gewoon in dat we effect centraal zetten en de omgeving centraal. We zijn inderdaad voor omgeving aan het werk. Het werd net al in het voorwoord gezegd. We gaan ons beheer en onderhoud risicogestuurd inrichten. We gaan een pilot starten met de zorgplicht. Dat ga ik straks toelichten. En we zorgen dat onze crisisbeheersing adequaat is ingericht. Wat we nog meer gaan doen, dat zijn in het systeem kijken. Op dit moment hebben wij ongeveer 150, 170 compartimenteringswerken in onze boezem. Wil je naar een goed getrainde CBO toe, zul je moeten zeggen van we gaan de meest kritieke compartimenteringswerken gaan we aanwijzen. Max 25, max 30. Die gaan we ook in stand houden. Daarvan gaan we ook de crisisbeheersing trainen. Goed sluiten. Tijdig sluiten. Werken, de middelen moeten aanwezig zijn of binnen een bepaalde tijd ter plaatse zijn. Afspraken over maken, bijvoorbeeld met aannemers. Dat soort dingen, dat kan alleen op het moment dat je die aantallen goed naar beneden hebt bijgebracht. Want je kan nooit zeggen van ik ga 170 compartimenteringswerken in stand houden en daar mijn CBO op trainen. Bijkomend voordeel is nog, als wij in staat zijn om uiteindelijk te kunnen zeggen van we hebben die 25 compartimenteringswerken aangewezen
Dat zijn onze meest kritieke. En wij zijn in staat, als CBO zijnde, om die compartimenteringswerken binnen 4 of 12 uur bijvoorbeeld te dichten, zou dat enorm effect kunnen hebben op de gevolgschade. En daarmee kan wellicht uiteindelijk ook de IPO-normering naar beneden. Verder hebben we een voorbeeld van Laag Holland. Alle dikgedrukte zaken komen trouwens terug in mijn presentatie. Dus daar ga ik even nu niet te veel op in. De Falkan-statistiek, die heb ik ook al toegelicht. Maar we doen in de optimalisatie bijvoorbeeld een update van sterkteparameters. En we hebben regionale praktijkproeven gedaan. En we zijn daarin in staat geweest om bijvoorbeeld de sterkteparameter van Veen te upgraden. Waardoor we meer in staat zijn geweest om daar toch meer sterkte aan te ontlenen. We zetten in op bewezen sterkte. We doen andere praktijkproeven. Bijvoorbeeld op stabiliteit buitenwaarts. Want dat sommetje zegt dat die onderuit gezakt moet zijn. Maar die kering, die staat er nog. Nee, daar klopt iets niet. Hoe kan dat? En we ontwikkelen zelf een spoor met betrekking tot de toetsing stabiliteit buitenwaarts. Dat doen we eigenlijk samen met Delfland en met Stichtse Rijnlanden. In de automatisering kijken wij, hebben we eigenlijk opdracht gegeven aan onze toetsers om niet alleen met een oordeel te komen, het is voldoende of onvoldoende. Nee, we willen het eigenlijk per faalspoor, willen wij weten wat de afstand tot de norm is. Zowel in positieve zin als in negatieve zin. Want dat helpt ons uiteindelijk om ons risicogestuurd beheer en onderhoud verder in te richten. We weten op het moment dat hij bijvoorbeeld op stabiliteit 1,1 moet zijn en hij scoort een 0,8. Nou, dan zou dat een aanleiding kunnen zijn dat we daar behoorlijk aan de gang moeten. Dat zou een trigger kunnen zijn. Maar op het moment dat hij daar een 1,2 of een 1,3 haalt, weten we ook dat er helemaal niks aan de hand is. Dus daar kunnen we ook allerlei... Ja, dat is lastig. Ja, gewoon onze werkzaamheden op afstemmen. En we doen dat GIS gerelateerd. Dus we kunnen dat op onze GIS-kaartlagen eigenlijk gewoon terugvinden. Verder zijn we bezig met toetsing en dam. Daar doen we onze eerste ervaring mee op. De dijkanalyse module. Nou, onze verwachting is uiteindelijk dat wij... onze ambitie is dat we geautomatiseerd kunnen gaan toetsen in de toekomst. Of dat helemaal haalbaar is, dat moet uiteindelijk blijken. Maar daar willen we wel op in gaan zetten. Nou, wat ik al aangaf, we zijn ons beheer en onderhoud risicogestuurd aan het inrichten. En daarvan zijn we al een tijdje... Zoals, nee. Oh, ik loop een beetje uit. Ik hoor net dat ik 5 minuten heb, maar het duurt iets langer. Onze ambitie is uiteindelijk om richting optimalisatiefase of de bestuursfase van het risicogestuurd beheer en onderhoud door te groeien. Het is nog niet helemaal duidelijk. Maar hoe verder je naar rechts gaat, hoe belangrijker de datacomponent wordt. Informatieontsluiting, informatieherleiding. Daar zijn we nu stapjes in aan het maken. We zitten ongeveer op dit moment een beetje tussen de beheerfase en de initiële fase in. Wij hebben daaruit ook een risicomatrix ontleend. En met die risicomatrix prioriteren we eigenlijk onze werkzaamheden. En het is daarmee voor ons mogelijk om eigenlijk budget zowel te koppelen aan de doelstelling als aan effecten. Dus op het moment... Nou, dan heb ik toch de vaste microfoon. Is misschien wat makkelijker. Het systeemvoorbeeld Laag Holland. Ja, wat speelde hier eigenlijk? Een situatie, hè, wat ik al zei, Noord-Holland meer dan 220 polders, meer dan 2000 pijlgebieden. Ongeveer 1/3 van ons gebied watert direct af op het buitenwater. En de ander voert het water eigenlijk via een polder- en boezemsysteem af. Die schermen boezem waar ik het eerder over had, ons grootste boezemsysteem, die had eigenlijk een lengte van ongeveer 65 kilometer. Met 2 mogelijkheden om te malen. Dus het water uit te laten. Eentje in het bij het Zaangemaal in het zuiden van ons gebied. En de ander bij de Helsdeur in Den Helder. Voor lengte van 65 kilometer leidt dat nogal eens tot scheefstand op onze boezem. Dat zie je een klein beetje daarop gevisualiseerd. En dat leidde vooral tot wat problemen rondom Alkmaar. Het overloop. Maar uit de toetsing
van Laag-Holland eigenlijk. He, dus het gebied van Purmerend rondom de Beemster. He, het zuidoostelijk deel van ons gebied. Waren dit de eerste toetsresultaten waarin we dus forse afkeur hadden van onze regionale keringen. Nou, dat zou een ontzettend grote verbeteropgave betekenen. En toen hebben we eigenlijk gekeken of er geen andere mogelijkheden zijn. Want we hebben ook grote belangen als waterschap bij boezemgemalen op het Markermeer. Het continueert eigenlijk de functie van ons boezemsysteem. Het Markermeer ligt hier trouwens aan het oosten, aan die kant. Het zorgt ook op het moment dat we die. Het zorgt ook voor een verzekering van de wateraanvoer. En het heeft resultaat in onze toetsing van onze boezemkeringen. Positief. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om. Twee gemalen te gaan bouwen. Eentje in Schardam met een capaciteit van 2000 kuub per minuut. De andere in Monnikendam met 1200 kuub per minuut. Die is momenteel in aanbouw. Schardam is gerealiseerd. En dat zorgt dus eigenlijk voor dat wij een behoorlijke verbetering hebben in onze hoogtetoetsing. Omdat wij door die twee gemalen in staat waren om onze maatgevende waterstand in Laag-Holland met 20 centimeter te verlagen. En dat zorgde wel in marginale zin, maar wel ook voor een verbetering in de stabiliteitstoetsing. En dat zie je eigenlijk hier gebeuren, met deze twee gemalen. En een aantal compartimenteringswerken, dat zijn deze, waarmee we Laag-Holland dicht kunnen zetten. Is dit uiteindelijk het toetsresultaat? En dan zie je het verschil met het vorige plaatje. Dat heeft ons iets meer geld gekost dan het versterken van die regionale keringen. Niet heel veel. Je hebt het over denk ik een factor van 4, 5 miljoen euro. Alleen daarmee hebben we dus wel onze wateraanvoer en onze boezemsystemen ook voor de toekomst geborgd. Dus ons bestuur zei daarin toen van oké, fijn dat er breder gekeken wordt. Hier gaan we voor. De verwachting is zelfs nog dat op het moment dat het gemaal Monnikendam klaar is, dat wij in staat zijn om ons hele boezemsysteem, het hele schermenboezem, op NAP 0,2, min 0,2, sorry, te brengen als maatgevende waterstand. Dus dat zou ook, als jullie dat plaatje dan voor de geest kunnen halen, ook dat donkerblauwe deel van de schermenboezem, de hydraulische randvoorwaarden naar beneden gaan brengen. Dat is ook voor de toetsing 2036 weer van belang. Nou, hier zie je een sfeerimpressie van het gemaal Schardam. Leuk is dat hij vooral in de dijk gebouwd is. Dus het is niet een ontzettend hoog gebouw. Moeite waard om een keer te kijken wat mij betreft. Een andere waar ik even bij stil wil staan is dat wij ook oplossingen zoeken in een optimalisatie. En dat doen we aan de hand van bewezen sterkte. En dit is een voorbeeld van de Starmeer. Waarin wij in de toetsing onder maatgevende omstandigheden een dijk afkeurde op stabiliteit binnenwaarts. Hij scoorde op een stabiliteitsfactor van 0,5, terwijl die 1,1 moest hebben. Nou, toen zeiden we van dat zou toch eigenlijk in de praktijk wel betekenen dat die dijk onderuit gezakt moet zijn. Dus die staat er niet meer. Maar toen zijn we gaan kijken en het staat eigenlijk gewoon nog onderuit of overeind. En je ziet eigenlijk helemaal niks aan die waterkering. Dus zeiden we, hier klopt iets niet. Zijn we weer gaan rekenen. Dat doen anderen hoor, dat doe ik zelf niet. Maar die zijn er veel beter in. Maar dan scoort hij eigenlijk op binnenwaartse stabiliteit onder dagelijkse omstandigheden. Scoort hij een stabiliteitsfactor van 0,7. Dat zie je eigenlijk hier. Dus wij hebben gezegd, we gaan niet ontwerpen voor de verbetering op die stabiliteitsfactor van 1,1. Zoals in de sommen voorgeschreven wordt. Maar we gaan hem terugbrengen naar die stabiliteitsfactor onder dagelijkse omstandigheden van 0,7. Het leuke is dan dat dit het verschil is uiteindelijk. De bovenste, zeg maar, die paarse, licht paarse, rozige, dat is uiteindelijk de grondaanvulling die nodig zou zijn zonder dat we dat bewezen sterkte toe zouden passen. En je ziet daar nog een hele verschuiving, want ook de positie van de bermsloot moest behoorlijk verschoven worden.
uiteindelijk zou dat zonder die bewezen sterkte, zou het betekenen dat we een binnenberm nodig zouden hebben van 25 meter. En met toepassing hebben we dat gereduceerd met 50%. En dan kom ik eigenlijk bij de zorgplicht. Het staat nog een beetje in de kinderschoenen. Want dit zal een tijdje opgepakt worden, ook vanuit het ontwikkelprogramma regionale keringen. Door allerlei omstandigheden is dat eigenlijk blijven liggen. En daarvan heb ik toch aangegeven van, ja, wij willen daar als HNK mee verder. Omdat wij toch ook de voorkeur geven aan een zorgtaak en niet de zorgplicht, om het als woord te gebruiken. Dat zal ik even uitleggen. De zorgplicht komt in mijn beleving altijd wat dwingend voor. Terwijl je als waterbeheerder gewoon de verantwoordelijkheid hebt om te zorgen dat je regionale keringen aan de veiligheidsnormen voldoen. En waar nodig dat je ook moet zorgen gewoon voor preventief beheer en onderhoud. Dus eigenlijk is het gewoon een zorgtaak die je vanuit de wet gekregen hebt. Nou, daarvan denk ik op het moment dat we zo'n woord als zorgtaak kiezen, dat het al wat vriendelijker klinkt dan de zorgplicht. Maar wij willen ook naar een pragmatisch beheermodel toe. Eigenlijk in afwijking van de zorgplicht primair. Wat vooral het vaststellen van procedures is. En wij zien eigenlijk veel meer dat wij aan onze toezichthouder, de provincie Noord-Holland, laten zien wat wij doen op de regionale keringen. Hoe we dat doen, waarom we dat doen. Resultaten gaan weerleggen. En met elkaar vooral ook gaan evalueren en gaan verbeteren. En nou, ik kom toch weer terug eigenlijk met die veiligheidscyclus die ik eerder liet zien. Die heb ik hier wat anders aangegeven. We willen eigenlijk gaan beginnen gewoon met de inspectiecyclus. Zo alles zo klein mogelijk houden. Dus we gaan gewoon inspecteren. Op het moment dat daar onvolkomenheden uit voortkomen, dan gaan we kijken hoe we die kunnen oplossen. Kan dat vanuit onze inspecties? Kunnen we daarmee wachten? Hoeveel prioriteit heeft dat? Of moeten we toch door naar ons onderhoud en vergunning en naar ons onderhoudscyclus? Door gewoon onderhoud te gaan plegen. En natuurlijk gaan we uiteindelijk, tenminste verwacht ik, uiteindelijk ook nog wel toetsen. En wellicht in de toekomst nog versterken. Maar dat ben ik voorlopig nog niet van plan, straks na 2024. Ik zit even te kijken. Met die zorgplicht regionale keringen die wij willen gaan starten, heb ik een maand geleden denk ik met de provincie Noord-Holland afgesproken om daar dus echt een pilot voor te gaan starten. En die gaan we denk ik inrichten aan de hand van twee fases. De eerste is toch vooral het bepalen van de kaders die daarvoor nodig zijn. Dus hoe willen we dat? Maar vooral ook van, ja, hoe zien we elkaars rol? Want dat gaat natuurlijk wel wat veranderen. En fase 2, dat is toch een uitwerking in de praktijk. Evaluatie, bijsturen en doorontwikkelen. En dat ziet er dan zo uit. Uiteindelijk willen we als Hollands Noordenkwartier af van het normatief toetsen en verbeteren. Maar we willen veel meer naar continu inzicht toe. Veilig door regulier onderhoud. En dat doen we eigenlijk aan de hand van het begrip, ja, video heb ik het maar even genoemd. Dat gaat om vertrouwen. Dat gaat om inzicht in de veiligheid. Dus dat is dus echt meten. Meten is weten, zeg maar. Delen van informatie. Evalueren en bijsturen. En onderhoudsgericht. En hoe gaan we dan verder? 2024, ik zei het al, dan moet die veiligheidsrapportage er liggen. Daar gaan we ook gewoon voor zorgen. Maar we gaan in de tussentijd ook kijken hoe we al het goede van de leidraad, de onderzoeken, risicogestuurd beheer en onderhoud, bewezen sterkte, zorgplicht en alle andere dingen die ik niet heb genoemd. Daarvan gaan we kijken, wat zijn daar de goede dingen uit? Hoe kunnen we die destilleren om uiteindelijk doelmatig veilig te zijn, continu inzicht te hebben en dat het praktisch inzicht en het theoretische oordeel gelijkwaardig aan elkaar zijn. En dat ziet er dan zo uit. Dit is mijn laatste. Dan ben ik klaar. We gaan grondwaterpeilen, boezempeilen en settingen continu monitoren. We hebben de degradatie van ons materiaal hebben inzichtelijk. En we gaan onze inzichten gewoon vergroten met praktijkproeven. Dat zetten we gewoon door. We hebben een jaarlijkse veiligheidsrapportage, zoals die nu ook eigenlijk voor de primaire kering is.
Ja, daaraan worden de kwaliteiten en problemen die we hebben, die worden direct gekoppeld aan benodigde onderhouds- en verbeteringsbudgetten. En we hebben een risicogestuurd meerjarig onderhoudsprogramma, inspecties als input. Ja, dus dat gaan we gewoon als basis gebruiken om van daaruit onze werkzaamheden verder in te richten. En we hebben een crisisbeheersing. Ja, die heeft inzichtelijk waar de kritieken compartimenteringswerk aan zitten. En die zijn ook in staat om die binnen een afgesproken periode te sluiten. Want dat is een hele belangrijke voorwaarde. Op het moment dat dat niet kan, ja, dan kunnen we ook niet dit door gaan zetten. Dus je moet ook een crisisbeheersing gewoon goed in gaan richten. En uiteindelijk is ons doel om de theorie en praktijk, veiligheid en risico's en de risico's en de kosten, gewoon met elkaar in evenwicht te gaan brengen. En daar wou ik het bij laten. Bedankt Ronald. Ja, dat is altijd een beetje dubbel. Ja. Aan de ene kant heel interessant, echt heel interessant verhaal. En aan de andere kant, ja, moet je toch ook een beetje aan de tijd houden. Ja, dat is wel nog lastig. En soms wil je wel eens wat meer vertellen inderdaad. En dan, Echt een interessant verhaal. Je had het over die pilot. Hoe hebben jullie ook nagedacht hoe je zeg maar ons op de hoogte houdt van die pilot? Ja, daar hebben we in ieder geval in het ontwikkelprogramma regionale keringen over gesproken. Dat de bedoeling is dat we daar eigenlijk de komende periode gewoon met elke bijeenkomst een terugkoppeling gaan geven van de stand van zaken. Ja? Ik geef twee mensen de mogelijkheid om een vraag te stellen aan Ronald. Ik weet niet wie of iemand een vraag heeft aan Ronald. Ja, nu wel. Ja. Oh ja, dat was die. Klopt. Hi, Roy Hendricks, provincie Gelderland. Die stelling van het begin, hè? Twee vragen daarover, of eigenlijk één, ja, twee vragen. De eerste is van, jullie hoogheemraadschap kennende, hebben jullie denk ik alleen boezemkaders, hè? Vermoed ik. Voornamelijk. Ja, dus was dat de focus van de stelling, dat je zegt van als het over die eerste drie klassen die je niet zou hoeven toetsen, want ik denk ja, als je aan een regionale rivier denkt en dat soort dingen, waar wel gewoon waterstand fluctueert, gaat het dan ook op, hè? Dus even voor een landelijke kennisdag, zo van is die stelling voor alles wat jou betreft of voor boezemkaders? Laat ik zo zeggen, het is vooral is deze nu bedoeld als trigger. Om even goed na te denken van het kan wellicht ook anders. De studie zoals die gedaan is, die heeft zich alleen gericht op de boezemkade. Er zijn ongeveer 14.000 kilometer aan regionale kering in Nederland. Daarvan is aangenomen dat daarvan 8.000 kilometer boezemkade is. Daarvan is het doorgerekend. Dus je kan hem niet zomaar projecteren op een regionale rivier. Oké. Okay. Ja. Okay. Laatste vraag. Iedereen die hier. Ja. Maar als je gaat kijken naar waar zijn de dijken doorgebroken, dat is allemaal hier in de buurt. Dus dan zou je veel minder kilometer boezemkade hebben. Dus dan zou je faalkans groter zijn. Nou ja, je zou ook anders kunnen redeneren. Dat dit voor alle waterschappen behalve AGV zou kunnen. Want het is twee keer bij AGV plaatsgevonden. Hey, wel een beetje vriendelijk blijven, hè? Nee, klopt. En kijk, dit is een onderzoek wat gedaan is. Er zit inderdaad nog haak en oog aan. Het is wat ik heb geprobeerd is juist om jullie wat te triggeren. Van oké, je kan dat op een andere manier bekijken. Maar dit moet inderdaad verder onderzocht worden. Dus daar moet gewoon beter naar gekeken worden. Ja? Nogmaals bedankt Ronald.